Ik ben Mark ten Dam, ik ben internist, werk al 14 jaar in het Klinisch Wilhelmina Ziekenhuis. Ik ben lid van de commissie Eerste Tweede Lijn en om die reden betrokken bij samenwerking tussen de Eerste en de Tweede Lijn. Wij zien dat wij als Tweede Lijn steeds maar één organisatie gaan vormen met de Eerste Lijn. Tegelijkertijd is het zo dat huisartsen in aantallen gegroeid zijn, maar ook specialisten. En het is daardoor moeilijker om elkaar te treffen en met elkaar van gedachten te wisselen over hoe je die samenwerking vorm moet geven. Ik ben Frits van der Wildenberg. Ik werk bij de chirurgie. Mijn aandachtsgebied is chirurgische oncologie en ik werk sinds 2005 in het Klinisch Wilhelmina Ziekenhuis. Ik heb veel contact met huisartsen, over de telefoon met name. En ik vind het heel belangrijk om contact te hebben met de huisartsen als het gaat over de patiënten die we gezamenlijk hebben. Het vervelende eraan is dat ik op een gegeven moment niet meer weet wie ik precies voor me heb. En dat mis ik heel erg. En de huisartsen zijn erg vernieuwd en verjongd. En ongetwijfeld geldt ook voor de specialisten hier. In deze samenleving waarin alles zakelijk en efficiënt moet, is er gewoon meer, althans wat mij betreft, en ook binnen de stafleden hier in het ziekenhuis, meer hunkering bijna naar gewoon een persoonlijk gevoel weer. Het is bekend dat alle laboratoria de huisartsen ondersteunen bij de diagnostiek. Daarnaast is het zo dat de poortspecialismen ondersteunend zijn bij de huisarts. Ze willen allemaal graag laagdrempelig telefonisch bereikbaar zijn voor vragen van de huisarts. Wat ook alle poortspecialismen bereid zijn te doen is onderwijs geven. Niet alleen aan de huisartsen, maar ook praktijkondersteuners en doktersassistenten kunnen onderwijs krijgen. En daarnaast is het zo dat elke vakgroep zijn eigen specialisme-specifieke ondersteuning biedt. Ik ben Evert Lamfers. Ik ben cardioloog in het ziekenhuis en ik werk hier sinds 1992. Wij verzorgen op twee manieren ECG's voor de huisarts. We maken ze zelf op aanvraag van de huisarts en de uitslag gaat retour naar de huisarts. De huisarts kan natuurlijk in zijn eigen praktijk ook ECG's maken en dan vervolgens via de website naar ons sturen en met een advies weer terugkrijgen. En daarnaast doen we functieonderzoek, inspanningstest, beoordeeld door ons en weer retour naar de huisarts de uitslag. Een zogenaamde holteregistratie, dat is een 24 uur registratie van de hartslag. Of een eventrecorder. En als laatste punt doen we de transmurale hartfalenzorg. Dat zijn patiënten die bij ons bekend zijn, gediagnosticeerd, stabiel zijn, ingesteld op de medicatie. Door de hartfalenverpleegkundige, de gespecialiseerde thuiszorg en de huisarts verder te behandelen. Precies naar eigen inzicht van de huisarts. Ik ben Michiel Spanhoek. Ik ben hier longarts in het Klinisch Wilhelmina Ziekenhuis en hier werkzaam vanaf 1 mei 2012. Nou, onder andere hebben we hier de mogelijkheid tot telespirometrie. Dat is de mogelijkheid van de huisarts om de eigen spirometrie naar het CUZ op te sturen via een beveiligde verbinding. Zodat hier een van de longarts de spirometrie kan beoordelen en beveiligd terug kan sturen. Een andere mogelijkheid is dat de huisarts hier zelf spirometrie aanvraagt. Al dan niet met reversibiliteitsonderzoek voor diagnostiek in de eerste lijn uiteraard. Andere mogelijkheden zijn onder andere de zogenoemde quick service. Quick service astma hebben we daarin. Dat houdt niets anders in dan dat de patiënt wordt verwezen met een verdenking op een astma. Er volgt longfunctieonderzoek en de patiënt wordt terugverwezen met een diagnose en een kant-en-klaar advies naar de eerste lijn. Hetzelfde geldt voor COPD. Uitgebreide analyse kunnen we ook vormen. Dat doen we middels de daganalyse COPD. Wat inhoudt dat de huisarts de patiënt met een verdenking op een COPD in kan sturen. Waarbij die geanalyseerd wordt niet alleen door de longarts, maar ook gezien wordt door een longfunctieassistent. Waarbij er dus longfunctie wordt afgenomen, door de fysiotherapeut wordt geanalyseerd, door de verpleegkundige consulent longziekte. Waarna tezamen eigenlijk een behandelplan wordt geformuleerd en dit wordt teruggekoppeld aan de huisarts. Interne geneeskunde heeft het diabetisch adviescentrum. Een plek waar een diabetespatiënt kan komen voor een eenmalig advies van de diëtiste, de internist en de diabetesverpleegkundige. We hebben telenefrologie. Dat is bedoeld om consulten aan te vragen over nierziekte via het internet, dus zonder de patiënt te verwijzen. En we doen scopieën, gastroscopieën en sigmoïdoscopieën met daarbij een behandeladvies. Wat er ook bij hoort is de dermatologie, die teledermatologie doen. Foto's kunnen gezonden worden van huidbeelden waarbij een advies van de dermatoloog volgt. En de maag-darm-leverartsen doen gastroscopieën en sigmoïdoscopieën op verzoek van de huisarts en geven daarbij ook een behandeladvies. Nou, wij hopen door nu met twee stafleden de verschillende HAGO's te bezoeken, dat we eigenlijk een beter beeld krijgen hoe huisartsen over samenwerking denken. En er kunnen grote verschillen tussen zijn, hè?
Met name in welke mate willen ze ondersteund worden, in hoeverre willen ze zelf regie houden over de patiënt of in hoeverre willen ze een patiënt overdragen aan de tweede lijn. Persoonlijk contact dat leidt tot verdieping in de samenwerking en ook tot verdieping in de relatie tot elkaar. En persoonlijk contact tussen de huisarts en de specialist zal ook leiden tot meer persoonlijke zorg naar de patiënt. Wij zijn heel enthousiast en we hebben er ontzettend veel zin in. Doen jullie met ons mee?